NEC heeft zich moeten herpakken na de nederlaag tegen RKC. Hoe begin je dan de week na zo'n slechte wedstrijd? Ja, rustig. Gewoon, uiteindelijk waren we zondag denk ik heel teleurgesteld en ook wel een beetje boos over de manier waarop we gespeeld hebben. En ook over het feit dat we, ondanks dat je een slechte wedstrijd speelt, het eigenlijk gewoon weggeeft in de tegendoelpunt. Je kunt ook gewoon een punt pakken. Nou, dat zijn we gaan bespreken en hebben we laten zien. Het was gewoon qua energie en intensiteit te weinig in die wedstrijd. En daar waren we al vrij snel uit, de jongens zelf ook. Ja, als je alle interviews terughoort van al die jongens, heeft iedereen denk ik wel de kern geraakt. En uiteindelijk ga je dat bespreken en dan moet je het achter je laten. Kelvin Verdonk zat zich op de bank te verbijten tegen RKC en mocht uiteindelijk invallen. Ja, eerste helft zat ik natuurlijk op de bank en ik zag dat het moeizaam ging. Het ging wel in mijn hoofd om zeg maar, dat ik er iets aan kon veranderen zeg maar, met de opbouw. Zeg maar. En de felheid die ik kan brengen en de energie over kan brengen aan het team. Alleen het was niet genoeg. Het was gewoon een slechte wedstrijd van onze kant. Kinderachtig dat we nog die 2-1 tegenkregen. Want ja, we zaten helemaal niet in de wedstrijd. En dan moet je gewoon blij zijn, ook al is het tegen RKC met een puntje. RKC uit moeten we dan maar zien als een echte off day. Dus de rug rechten en door. Ja, dat neem ik aan. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens een mindere wedstrijd. Alleen, kijk, dat je wat minder voetbalt, dat kan. Hè. Dat heeft ook wel eens te maken met vorm, wel of niet aanwezig. Ja, alleen de energie en de intensiteit was gewoon te weinig in die wedstrijd. Nou, goed, dat hebben we met elkaar besproken. Dat een van de dingen is die altijd aanwezig moet zijn. En zondag is dat natuurlijk een mooie testcase voor. Vanwege de schorsing van Marquez lijken Goed en Verdonk een basisplaats te krijgen tegen PSV. Ja, we waren een formatie vandaag aan het uitoefenen. En ik denk dat het morgen wel een beetje duidelijk wordt wie er zondag allemaal gaan spelen. Ja, het wordt denk ik ook wel tijd hè, om eens even te laten zien wat je allemaal in je mars hebt. Ja, ik train goed de laatste tijd. Eigenlijk al vanaf het begin, denk ik. Een paar keer goed ingevallen, een paar keer ook kort dat ik het toch niet kan laten zien. En laatst tegen RKC had ik wat meer minuten gekregen en ik denk dat ik het gewoon goed deed. Verder ontbreken Okita en Barreto in het elftal. En is Ali nog onzeker, maar misschien net op tijd fit? Dat zou wel kunnen, Ali is ziek. Hè, dus we moeten even kijken hoe dat zich ontwikkelt. Misschien is hij er morgen weer en kan hij zondag aansluiten. En Ivan is geschorst, dus daar kunnen we wel een puzzel van maken, ja. Ja, en die puzzel die heb je al gelegd, neem ik aan? Die is in mijn hoofd wel gelegd en ik weet wel welke kant we op willen. Vandaag hadden we ook een training waarin we wat hebben geprobeerd. Dus we gaan even kijken wat we daarvan vonden. En uiteindelijk zal er zondag wel een puzzel gelegd zijn, ja. Ja, Kelvin die zei straks tegen ons van tegen PSV maak je eigenlijk altijd wel wat kans. Zie je dat ook zo? Ja, dat is wel het gevoel wat we hebben. En ook vanuit de beelden die we bekeken hebben zijn de beste mogelijkheden, ruimtes die we kunnen bespelen. Je weet ook dat zij kwaliteit hebben en we zullen denk ik heel scherp moeten zijn, ook in de duels moeten komen en proberen dat wat we afspreken goed na te komen, dan heb je zeker kans. NEC PSV is zondagavond om 8 uur natuurlijk ook weer live te volgen op de radio bij RN7.